Hallo allemaal, ik ben Rebecca en werk op kanaal Creatief met Rebecca. Mocht je hier nou nieuw zijn, dan heet ik jou natuurlijk van harte welkom. En ik hoop dat je natuurlijk heel veel knutsel en sneeuwbalinspiratie gaat vinden op mijn kanaal. En vandaag gaan we een sneeuwbal maken. En hiervoor gebruik ik het nieuwe luxe paperblok van DecoTime. Deze zijn natuurlijk momenteel verkrijgbaar bij de Action in verschillende varianten. Maar ik heb de variant gekozen met het schattige konijntje. En mocht je nou niet zoveel sneeuwbalspulletjes hebben, dat maakt helemaal niet uit. In dit blok vind je alles wat je nodig hebt om een leuke sneeuwbal te maken voor iemand anders. En vind je het nou leuk om deze sneeuwbal te ontvangen? Laat dan vooral een reactie achter onder deze video. En dan maak ik volgende week natuurlijk gewoon weer de winnaar bekend van deze sneeuwbal. Dus ik zal zeggen, pak je spulletjes erbij. Ik heb mijn thee al klaarstaan. En dan ga ik mijn camera draaien. En dan gaan we creatief aan het spelen. En voordat we gaan beginnen met de basis, geef deze video alvast een duimpje omhoog. En als je het leuk vindt, deel dan deze video. Ik ga even het blok bekijken om te kijken wat er allemaal in zit. En zoals je ziet, zitten verschillende papieren in, verschillende cuts zitten erin. En er zit een vellumpapier in en een stikkervel zit erin. En voor deze sneeuwbal heb je 3 A4'tjes nodig. En van deze 3 A4'tjes gaan we onze sneeuwbal maken. Ik ga mijn snijapparaat erbij pakken. En het eerste blad gaan we dubbel vouwen. En als ik hem dubbel gevouwen heb, dan ga ik hem even rillen zodat er een mooie vouwlijn ontstaat. En dit is eigenlijk de basis. We gaan een soort boekje maken. Ook de volgende ga ik dubbel vouwen en die snij ik doormidden. En ik snij hem door de helft. Dan ga ik de sneeuwbal erbij pakken en de eerste bladzijde ga ik vastplakken. En dat doe ik met de lijmroller die ook verkrijgbaar is bij de Action. Dan ga ik de volgende bladzijde pakken. Ook die snij ik door de midden en ik snij hem op een kwart snijken. En ook deze ga ik vastplakken. En dan gaan we de binnenkanten doen. En hierdoor zijn ook gelijk de bladzijdes mooi weggewerkt. En hiervoor gebruik ik natuurlijk de andere papieren die we net gesneden hebben. En ook dit plak ik allemaal vast. En zo zie je eigenlijk al de basis ontstaan van deze sneeuwmeel. Dan ga ik de overige vierkanten gebruiken en die snij ik door het midden, zodat er 3 hoeken ontstaan. Dat doe ik bij het blauwe en natuurlijk ook bij het gele blad. En deze gaan we op onze sneeuwmeel plakken. En aan beide zijden plak ik zo een driehoek. En dit zijn natuurlijk de flapjes waar natuurlijk later de spulletjes in kunnen. Doe ik aan de voorkant en aan het einde van de bladzijde doe ik het ook. En dan ga ik mijn blok erbij pakken en dan ga ik de papieren uithalen met natuurlijk de kut, zodat we onze sneeuwbal kunnen versieren. En ik pak gewoon een aantal bladzijdes eruit met allemaal leuke plaatjes. En ik haal het vellumpapier eruit, zodat ik de quote beter uit kan knippen. En dan ga ik beginnen met de voorkant. En ik had al een heel leuk plaatje gezien van de kever. Dus deze die gaat op de voorkant. En dan ga ik op de andere 2 bladzijden ook plaatjes plakken. Onder dit schattige konijntje op een step. En je kunt natuurlijk ook verkiezen om op deze bladzijde, op een kleine bladzijde, een extra vak te maken waar je bijvoorbeeld een theezakje in doet of een klein envelopje. Dit is natuurlijk even het voorbeeld die ik laat zien, maar voel je vrij om een andere indeling te gebruiken of om andere materialen te gebruiken. Gewoon net wat je in huis hebt. Mocht je dit blok niet hebben, dan kun je ook gewoon andere papier gebruiken. Dan ga ik de bladzijdes versieren. En dan ga ik de binnenkant versieren. En ik vind het wel leuk met dit hout, wat is het, raampje. En
of luik is het natuurlijk. En dan plak ik de hartjes erbij. En aan de binnenkant heb ik al een hele leuke ballon gezien. Met allemaal leuke bloemen eromheen. En die gebruik ik voor de linkerzijde. Zodat we ook deze pagina heel vrolijk hebben opgelukt. En ik heb dan wat sterretjes gezien. En dat past er heel mooi bij. En het is natuurlijk een beetje een schattig thema. Dan ga ik de quote, die plak ik aan de achterkant. Never grow up staat erop. En dan ga ik nog de achterzijde van mijn mini bladzijdes versieren. Met een leuke quote en wat bladeren en een bloemetje, die had ik gezien. Dus die ga ik mooi aan de andere kant plakken. En dat vind ik wel heel toepasselijk, ook omdat het konijntje een bloemenmandje heeft. Vind ik het heel mooi bij elkaar passen. En als we de binnenkant versierd hebben, dan ga ik de andere plaatjes, die ga ik natuurlijk eruit drukken. En deze, die gaan allemaal bij de sneeuwmeel. Die stoppen we straks allemaal in de zijflapjes. En er zijn verschillende plaatjes van ballonnen, van bloemen, van het konijntje. Een giraf met ballonnen zit erbij, dus er is voor iedereen zit er wat leuks bij. Zeker als je van dit soort plaatjes houdt om kaarten te maken of voor in een journal. En ik hoop natuurlijk dat alles goed met jullie gaat. Hier gaat alles goed, ondanks alle drukte en alle nieuwe maatregelen zijn natuurlijk weer in werking gegaan. Maar ik hoop dat jullie het in ieder geval nog volhouden. Als ik al mijn plaatjes eruit gedrukt heb, dan ga ik ze natuurlijk in de flapjes stoppen. En zoals jullie zien zijn dat er heel wat. En dat vind ik ook leuk om al deze leuke plaatjes mee te sturen. Maar je kunt er ook altijd voor kiezen om minder plaatjes te sturen als je een sneeuwmeel maakt. Het ligt er ook maar net aan voor hoeveel gram je afspreek en nou, hou altijd rekening mee met natuurlijk de verzendkosten. En als ik al mijn plaatjes in heb gedaan, dan is dit natuurlijk het eindresultaat van deze sneeuwmeel. Het vellenpapier gaat er aan de voorkant in. Dit is de voorkant met natuurlijk de plaatjes, het vellenpapier en de leuke vrolijke kever. Er zitten grote plaatjes in, kleine plaatjes zitten erin. En dan is dit natuurlijk de binnenkant. Echt deze leuke, super schattige ballon met bloemetjes. En dan de vlinders met de vaas. En dan het schattige konijntje op de step met de bladeren. En dan heb ik aan de andere bladzijde heb ik natuurlijk de andere plaatjes gedaan. En dan gaan we naar de achterkant nog even zien. En dit is dan de achterkant geworden. En dan gaan we hem natuurlijk nog even dichtmaken. En ze hebben momenteel bij de Action gewoon echt hele leuke klemmetjes die al een beetje in kerststijl zijn. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken naar deze sneeuwmeel. En tot snel bij een nieuwe creatieve video.